Opnieuw zal in het eerste weekende van september het Buitenpoort Tribute Party plaatsvinden op het volledig overdekte festivalterrein aan het Raadhuisplein in Huissen. De weersverwachtingen zijn extreem warm, wat resulteert in een gigantische run op kaartjes voor dit evenement. Huissen gaat het dus druk krijgen dit weekend. Ja, dat is hartstikke leuk. En we verdienen het weer denk ik ook wel voor dit festival in Huissen. We hebben lang genoeg in de regen gezeten, dus het wordt een lekkere temperaturen en de mensen kunnen lekker genieten. Met z'n allen onder een afdakje natuurlijk. Dat zijn ze nu aan het opzetten? Ja, we zijn nu druk aan het bouwen. En dat is natuurlijk wel sowieso leuk om te zien, want er komt een hele leuke tent te staan. Van ontzettende hoogte, van 5 meter hoogte en een beetje chique uitstraling. Een zwarte tent van buiten en een witte van binnen. Dat is qua licht en sfeer natuurlijk fantastisch zaterdagavond. Hoe gaan ze dit nou opbouwen? We staan hier op het Raadhuisplein. Ik zie hoogwerkers. Wat gaat er precies gebeuren? Nou, we komen dus een aantal compartimenten van tenten te staan. Eén grote tent. En het hele Raadhuisplein wordt helemaal overdekt. Dus mensen staan sowieso droog. En we kleden leuk aan met leuke tafels, leuke barretjes. Dus ja. Het wordt een gigantisch feest. Vandaag zijn ze de hele dag bezig met de opbouw? Vandaag is de hele dag opbouw. En zaterdag gaan we inrichten. Dus het podium en dergelijke allemaal. En wordt alles getuned. En zaterdagavond dan is de aftrap. De beste tribute bands van Europa worden door de organisatie geselecteerd. Zowel in binnen- als buitenland worden diverse optredens bezocht en kritisch beluisterd. Zo wordt de kwaliteit bewaakt en staat elke tribute party garant voor een geslaagd event. We hebben het programma voor zaterdagavond, dat hebben we Tina Turner die begint. UB40 die zelf voor een gigantische afsluiting zorgen uit Engeland. Die jongens komen echt uit Engeland hierheen om een mooie show voor ons te geven. En voor de zondag hebben we iets leuks bedacht, zodat eigenlijk iedereen heel erg welkom is voor Phil Collins en Joe Cocker. En vooral Phil Collins die springt er natuurlijk uit, gigantisch goed. En we hebben bedacht om dat voor één keer te doen. Kinderen tot 12 jaar mogen gratis kijken naar het concert. En waarom doen we dat? Om de mensen hier en vooral de kinderen een opvoeding te geven van echte muziek. En dat is een keer wat anders dan dat... Dan het gedreun, zeg maar even. Ik wil het niet zeggen, maar dat bedoel ik eigenlijk wel. Ja, de run op de kaartjes gaat nu snel, hè? Door het warme weer waarschijnlijk. Het gaat erg hard, ja. En dat is natuurlijk ook wel leuk om te weten. Dus er zijn er wel enkele kaarten te kopen. Die kun je bij de voorverkoopadressen krijgen. En ook via internet nog bestellen. Dat is misschien wel het makkelijkste. Voor mensen die op het laatste moment nog willen gaan, kunnen dat via internet nog doen. En als er nog kaartjes over zijn, aan de kassa kan ook? Aan de kassa kan ook, maar dan ben je wel iets duurder uit. Nou, we gaan eens even kijken hoe die omhoog gaat. En ik daag je eigenlijk uit, Herman. Ik wil je eigenlijk wel even zien hangen in zo'n hoogwerker. Oké, jongen, ik doe het er alles voor. Nou, dat bedoel ik. En ja hoor, daar gaat Herman. Mooi uitzicht vanaf bovenaf en hij loopt toch iedereen maar in de weg, dus we laten hem lekker hangen. Dag Herman.